Nou, broodje dan maar. Heerlijk. Kaas erop? Ja, doe maar. Tom, jij ook? Ja, lekker. Oh, maar voor Tom hoef je niks te doen, hè? Dat broodje smeert zich wel vanzelf. Oh ja, ik ben benieuwd. Hoe lang dat broodje erover gaat doen? Wie smeert dat broodje? Ja, kom maar, dat doe ik wel. En wie is ik? Hoe bedoel je? Nou, wie je bent. Ik, Lotte. Nee, ik vraag niet hoe je heet, ik vraag wie je bent. Ja. Oh, hij krijgt weer zo'n filosofische baan. Nou, een vrouw? Nee, ik vraag ook niet naar je geslacht. Ik vraag wie je bent. Wie ben je? Nou, dit er. Wat is dat? Dit is mijn lichaam. Je zegt dit is mijn lichaam. Je zegt niet ik ben dit lichaam. Als je zegt dit is mijn lichaam, wie is dan het ikje van wie dat lichaam is? Je bent natuurlijk ook gewoon je lichaam. Ja. Haal ik je armen eraf? Ben je er dan nog steeds? Ja, natuurlijk. En dan haal ik je benen eraf. En dan blijft er alleen nog maar een romp over en een hoofd. Ben je er dan nog steeds? Ja. En dan je organen, die ga ik vervangen. Je hart haal ik eruit, je nieren, je longen. Die vervang ik allemaal door kunstmatige organen. Ben jij er dan nog steeds? Ja. Maar wie ben je dan? Je zintuigen. Maar stel dat je nou doof bent en blind en je kan niet meer ruiken en niet meer proeven en niet meer voelen. Ben je er dan nog steeds? Ja, dan ben ik er nog steeds. Maar wie of wat is nou dat stukje ik wat er dan nog steeds is? Dus wat moet ik er nog meer afhalen voordat je er niet meer bent? Nou, ik zit denk ik gewoon in je hoofd. Haal ik je neus eraf? Je oren? Ik scheer je helemaal kaal, ik haal je ogen bollen eruit. Ben je er dan nog steeds? Ja, ja. Maar waar zit je dan verstopt? Ja, je hersenen. Aha, dus jij bent je hersenen. Nou, ik denk wel dat er een stukje ik verborgen zit in mijn hersenen. Oké, dus ergens in jouw brein... Er zit een heel klein vrouwtje met een stuur. En die hoer. Ja. Er zit geen ikje in je hoofd. In het brein ontstaat een ikgevoel en een ikgedachte. En daardoor lijkt het alsof je een ikje bent.